We zijn weer met weer een mooie nieuwe motortest. Motortest TV met vandaag de Yamaha Tracer 800. Vrij nieuw model van Yamaha, ter beschikking gesteld door Top Motor Store Apeldoorn. Wij bedanken ze alvast, we gaan een stukje rijden en we gaan eens kijken wat hij doet. Yamaha Tracer 900. Met alle toeters en bellen van een hedendaagse motor. Digitaal display. Verschillende instelbare rijmodi. Van stand A, dat noemen ze agressief. Stand standaard is de middelstand. En stand B is braaf. Ook wel geadviseerd voor in de regen. En die heeft een behoorlijk effect, kunnen we wel zeggen, op hoe de motor reageert en op het vermogen. Je stelt dat heel makkelijk in. Knopje aan het stuur, gas los. Hij staat nu in A, agressief. Als ik nu het gas opentrek, dan vliegt hij er vandoor. Ook maar weer even remmen en die remmen zijn heerlijk te doseren. Goed tot stilstand te brengen. Echt knap remwerk wat hij heeft. Gas los, weer op de modi-stand. We staan nu in de B-stand. Als ik nu het gas opentrek, gaat hij ook wel. Maar je merkt gewoon dat het een stuk minder is. Daarbij heb je ook instelbare traction control. Die ik gewoon volledig aan heb laten staan. Ik zou niet weten waarom niet. Hoe zit de Tracer? Nou, zoals dat hele segment tegenwoordig. De Adventure Bikes. Waar dit wat mij betreft niet onder valt. Adventure Sportbike is meer het goede woord. Je zit lekker hoog. Je hebt niet een te scherpe hoekonde. Je benen lekker breed sturen in de handen. Met andere woorden, een hele comfortabele zit. Hij is heel breed hier aan de voorkant. Dat is niet allemaal tank, dat is vooral ook kappen en kuip. En die zorgen ervoor dat je lijf en je lichaam eigenlijk allemaal goed uit de wind zit. Een relatief klein windscherm, wat ik prettig vind. Het bochtenwerk van deze machine is geweldig, fenomenaal, zo strak. En daarom merk je dus dat strakke bochtenwerk, dat dit geen adventure bike is, maar dat dit een street bike is die hoger op de poten gezet is. Wat toevallig voor mij iets is wat ik zoek. Ik rijd misschien 1% van al mijn kilometers op onverhard. Dan is het een keer een grindpad die deze jongen echt prima aan kan. En voor de rest is het gewoon lekker op het asfalt. En lekker sturen. En dat doet hij geweldig. Heerlijk die motor in de bocht valt. De grip van de banden, fenomenaal. Ik weet niet wat voor banden erop zitten, maar heerlijk. En ik zit nu in z'n vier, schakel toch even terug. En dit is heerlijk. Lekker de bocht doorkijken, volledig vertrouwen op die motor. En dan draai je perfect die snelweg op. Alsof die op rails ligt.
Hij is voorzien van een knopje voor alarmverlichting. Dat vind ik altijd een plus. Zeker als je file rijdt of even ergens langs de kant stilstaat. Dat is toch een stukje veiligheid. Laag in de toeren zit of hoog in de toeren zit, en dat geldt voor alle versnellingen. Hij heeft gewoon over het hele toerenbereik heeft die kracht waarin hij dat oppakt. En uiteraard, afhankelijk van welke rijmodi je in zit, hoeveel kracht hij heeft. Dan heeft hij ook nog een leuk ecolampje wanneer je goed bezig bent voor het milieu. Maar volgens mij moet je dan gewoon gaan fietsen en niet op een motor gaan rijden, hoe die optrekt. Ik heb hem in de standaard mode staan. En dan weer lekker in die ankers naar stoplicht. Daar is hij best geschikt voor, hoor, dat stoplicht racen. Ja, stabiliteit. Hij lijkt groot, maar hij is wel licht, hoor. Helemaal niet zwaar ding. Ook al knoppen, het voelt allemaal degelijk. Dashboard overzichtelijk, degelijk. Kwaliteit, spiegels op de juiste plek. Deze is dan voorzien van een valbeugeltje. Zou ik er ook op zetten, denk ik. Met nog een paar verstralertjes erop. Ik zou een ander zadeltje erop zetten, persoonlijk. Maar dat kan. Nou, deze motor zou ik wel kunnen wennen. Ik snap wel dat dit zo'n succes is. Yamaha Tracer 900. De sportieve touringbike met bite, erg mooi design, mooi afgewerkt. Ik vind dit ook een hele mooie kleur.